Nou jongen, dat is aan een volgens mij een heel mooi jaar van jou. Is er weer iets nieuws moois toegevoegd. Je naam is toegevoegd aan de Hall of Fame. En ja, dan is er maar één vraag. Wat gaat er door je heen? Dat is mijn hoogtepunt. Mijn hoogtepunt van het jaar. Nee, ik ben toevallig wel een aantal keer al genomineerd. Ik heb zelfs een keer ooit nog een mail teruggestuurd van... Weet jullie wel dat ik ondertussen niet meer studeer op de Universiteit Tilburg, dat ik klaar ben. Maar het is ook voor degenen die klaar zijn, voor de alumni. Dus eindelijk leuk om na een aantal jaar genomineerd te zijn, toch ook echt op die Hall of Fame te komen. Ja, nou ja, goed. We zijn ook trots op de studenten die ook al niet meer bij ons studeren, maar dat alle dagen gecombineerd hebben. Hoe heb je dat ervaren in de tijd dat je hier studeerde en met je sport bezig was? Ja, in mijn tijd, ik hoorde net dat er online colleges zijn. Dat was in mijn tijd nog niet. Zo lang geleden is het dus. Dus ja, die steun had ik niet. Ik had wel de steun van een topsportcoördinator en hij gaat kijken wat is nou voor mij persoonlijk het beste schema. Voor mij persoonlijk was het beste om een aantal vakken van tevoren al te schrappen. Dus ik had een eigen tempo waarin ik studeerde. En dat ik me ook veel beter kon focussen op één vak. Want ik merkte als ik 4, 5 vakken tegelijk deed, haalde ik 5 keer een 5, 5 keer een 4. En deed ik er 1 of 2, dan haalde ik een 7 en een 8. Dus voor mij was het veel beter om te focussen. Ja, en wat we net ook al bespraken, inderdaad, dat je ver vooruit moet plannen. Ik had wel eens voor een examen dat ik al 3 weken van tevoren ging ik echt in fases leren. Dus dan had ik daar ergens een avondje en daar een middagje en daar een ochtend. En daar zat ik in een hotel en zo probeerde het op te bouwen uiteindelijk na het echte examen. Ja, dus had je het idee dat je daar voldoende steun in kreeg in je tijd? Nou, nog niet de online colleges, maar... Nee, kijk, ten eerste ligt de verantwoordelijkheid altijd bij jezelf. Dat zal altijd zo blijven. Maar ik heb wel echt de steun gevoeld van de universiteit en ook van de leraren. En ja, ik weet de naam niet. Er was 1 leraar die vond zijn eigen vak veel belangrijker dan al het andere eromheen. Maar dat is ook niet erg, dat is ook zijn goed recht. Maar de rest van de leraar was heel meegaand om te kijken hoe we het beste op konden lossen. En je hebt natuurlijk heel veel groepsopdrachten, heel veel verplichte colleges. En uiteindelijk heb ik daar best wel veel dingen op mijn eigen manier kunnen doen. Dus ja, ik werkte elke dag al in een team. Dus voor mij was het groepswerk iets minder belangrijk dan voor anderen misschien. Maar daar waren ze wel heel flexibel in. Ja, zeker. Ja, en je bent ook doorgegaan met studeren nadat je bij Tilburg daar was. Ben je nog doorgegaan voor je master? Ja, nee, ik wilde eigenlijk heel graag de masters hier doen. Alleen die is toch wel vrij pittig om dat in 1 jaar te doen. Toen hebben ze mij eigenlijk doorgewezen aan de Open Universiteit voor een deeltijdmaster. Die heb ik afgerond en nu ben ik nog bezig met een andere master, eigenlijk om me echt te specialiseren richting sportmanagement. Dat is toch wel de kant die ik graag op zou willen. En ja, ik ben 32 en dan ben je eigenlijk nog jong, maar als voetballer ben je toch wel bijna met pensioen. Dus ik moet daar wel wat over nadenken, dus ik hoop die af te ronden en dan daar ooit in mijn latere carrière iets mee te doen. Oké, dankjewel. Nou, succes ermee. Ja, dankjewel.